En leuk dat je kijkt naar een nieuwe Curaçao vlog. Het is vandaag de volgende dag, tweede dag op Curaçao. Echt heel veel zin in vandaag. Ik heb echt gelukkig veel beter geslapen dan gisteren. Nog steeds niet super goed, maar wel veel beter. Als je heel veel zin hebt in deze vlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is volgens mij iets van 8 uur. En gisteravond heb ik gezellig met Vos gegeten. Zeker, ja, ik weet dus niet of het een nieuwe video is. Ik hoop het. Op de achtergrond hoor je muziek. We zijn een nieuw liedje van Adele aan het luisteren. En nou, ik ga me zo even klaarmaken. Ik ga me zo onze nagels laten doen. Want ik heb altijd nagels en ik had nu er niet. Maar ik vind het gewoon eigenlijk heel erg mooi. Dus Vos en ik gaan zo lekker gezellig nagels doen. En ontbijten, dus heel veel zin in. Maar ik ga nu even mijn camera opladen en ik ga me even klaarmaken. Dus dan zien jullie mij zo als ik ben klaargemaakt. Nou, makeover ziet er een beetje anders uit. Ik vind het toch een beetje te heftig. Ik ga die oorbellen eraf doen. Die ben jij toch? Ja, maar dan is het zo dit. Nee, dat kan wel. Oké. Ja, Vos heeft lekker even een broodje gemaakt. Want we gaan straks ontbijten, maar we gaan eerst nagels doen. Ja. We moeten eerst even een kleine bodem leggen. Anders gaan we heel veel trek krijgen. Dus we hebben ons even aangekleed en we gaan nu gewoon een broodje eten. Zullen we het buiten opeten? Wacht, ik zet mijn spullen. En dan gaan we lekker samen nagels doen. Zin in. Staat hij leuk, die nieuwe brug? Heel leuk. Wel grappig, toch? Zullen we het iets lager op je neus? Oh ja. Maar ik vind wel die andere mooier, maar voor het idee. Oké, nou, Vos en ik zijn ready. We gaan nu naar de nagelsalon lopen om onze nagels te doen. Hopelijk is die open. En dan gaan we daarna met de auto naar number 10. En dan gaan we daar ontbijten. Maar kijk hoe leuk die gekleurde huisjes overal zijn. Dit moet ze ook in Nederland doen. Ja. Maar ik zou er zelf niet in willen wonen, dus ja. Ik zou wel in een Vos willen wonen. Ja, jij wel in een Vos, ja. Nee, dus we gaan nu daar naartoe lopen en dan... lekker nageltjes. En Vos gaat voetjes doen, want ze heeft al nagels. Ja, zal ik het laten zien? Ja, heel mooi. Ik ga dit vragen. Precies hetzelfde. Oké, nou, Vos haar slippers zijn kapot, dus we zijn even nieuw aan het zoeken. We zijn nu bij deze aan het kijken. Welke is dit? Ja, dit is hetzelfde, maar ik wil dat het een beetje moet zijn. Ja. Ja, dit is toch goed, hè? Ja, dit is prima. Ze zijn ook zwaar. Ja, deze zijn goede kwalie. En de maandelijkse... Struggles. Op vakantie, op Curaçao. Nee, ik niet. Oké, wij hebben onze nagels gedaan. Heel erg blij mee. Met deze kant wel iets minder, maar het is wel mooier dan dat het was. En dat is wel belangrijk. Ik wilde eerst dezelfde kleur doen als Vos. Maar ze hadden een soort van kleuren gemengd. En het lukte nu niet meer om die kleur te maken. Dus ik heb nu gewoon wit gedaan. Omdat ik op mijn tenen ook wit heb. Dus ik dacht, dan doen we maar gewoon helemaal wit. Heel erg blij mee. Oké, we zijn aangekomen bij number 10. Leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik denk heel mooi. Kijk hoe leuk. Zo mijn naam geschreven met van die blokjes. Cute. Oké, Vosje heeft de homemade iced tea. Ziet er heel lekker uit. En ik heb de juice. Maar ik dacht, ja, de East juice. Ik dacht echt iets heel anders. Ziet er echt mooi uit. En het is allemaal dus een beetje een herfst vibe. Oh, kijk hoe lekker. Ziet er echt heel goed uit. Een broodje met, hoe heet het? Smoked salmon. Smoked salmon. En de fresh wafels met fruit. Heel lekker. Ook heel leuk dit. Zo. Zit daar? Leuk, ja. Oké, wij hebben net gegeten bij number 10. En het is echt de grootste aanrader ooit. Je kan er dus heel leuk ontbijten en lunchen. Het was zo leuk. Personeel was lief. Ze had echt een mega leuk verhaal over. Ja, gewoon echt een leuk mega verhaal achter. Dus dat vonden we ook heel erg leuk. Ze hebben echt heel erg lekker gegeten. En we hebben nu nog lekker cake. Rainbow cake. Dus dat is ook heel leuk. Mijn haar ziet er alleen echt niet uit. Het was echt even gewoon... Gewoon echt zo'n huiskamersfeer. Gewoon heel gezellig. Dus dat was heel leuk. Dus echt een aanrader. En we gaan nu weer Floor ophalen. En dan gaan we gezellig naar een ander strand. Dus dat is ook heel leuk. Maar volgens mij waar de biggetjes ook zijn. Of de varkentjes. Oh, oké. Nou, we zitten in de auto. Maar we gaan even naar de taart kijken. Oh, wauw. Echt
echt heel vet. Hij is echt super groot. Heel mooi. Nou, dat kan je daar dus ook eten. Oh, er zit een doodshoofdje. Ja. Dat is allemaal een Halloween thema. Leuk. Hoe heet het nou waar we heen gaan? Porto Marie. Porto Marie. Naar het strand met de varkentjes. Woe. Nou, het zijn hier de dikke zwijnen. Oh, dikke zwijnen. Ja, dat is echt zo. Het zijn geen schattige varkentjes. Oké, we zijn aangekomen en het is echt zo blauw. Ik ga even hierboven kijken. Uitkijkpunt. Ik ben benieuwd. Wow, ik heb echt bijna nog nooit zo blauw water gezien, denk ik. Echt heel mooi. Heel mooi. Tjus. Oké, we hebben hier bijna de hele dag op het strand gelegen. Echt een aanrader. Normaal zijn er dus ook varkens. Alleen die lagen nu ergens anders. Ik zal ze zo even filmen. Maar zo ziet het eruit. Het is echt heel helder blauw water. En het is ook helemaal niet druk. Je hebt ook heel veel plekken met schaduw. En je hebt zo'n leuke steiger waar je foto's kan maken. Zo'n leuk bootje. Dus ik zal het even laten zien. En ja, je hebt hier ook gewoon lekker om te eten. Dus ik vind dit wel echt een leuk en mooi strandje. Echt top. Super mooi hier. Oh, en wat ook heel leuk is, je hebt dus hier ook zo'n uitkijkpunt. Dus daar kan je echt hier heel mooi overheen kijken. Daar stond ik aan het begin op. Dat is ook heel leuk. Ze gaan ze aaien. Heel liefdevol. Oké, we zitten in de auto onderweg terug naar huis. Oh. Woe! Het is inmiddels avond. Het is 6:30 en we gaan zo meteen naar Chris, weet jij hoe het heette? Sorry? Waar gaan we nou heen? Welk strand? Mambo Beach. Oh, Mambo Beach. En er is daar een feest, dus daar gaan we zo naartoe. Ik heb een heel leuk jurkje aan. Ik wilde mijn laarzen eronder doen, maar ik vond het een beetje boers. Dus ik heb nu gewoon mijn sneakers eronder gedaan. Heel leuk. En een wit tasje. We gaan zo met de auto dus daar naartoe. Ik heb deze leuke oorbelletjes in van My Jewelry, volgens mij. Ja, van My Jewelry. Die zit dus in de adventkalender. En ja, het was echt een heel lekker dagje op het strand. Heel fijn was het. En we gaan nu lekker drankjes doen. Ook heel veel zin in. Je hebt daar dus ook happy hour. Maar daar zijn we te laat voor. Ik ga even jullie outfits filmen. Oké. Rokje van My Jewelry. Topje van Lofies. Schoenen van... Oh, nou, die zou niemand hebben. Dr. Martens. Bedankt, Janette. En hier is rokje van? Oh. En topje van de Zara? Levi. Topje van de Zara? Ja, zeker. Oh. Chris, wil jij ook je outfit showen? Ja, graag. Oké, schoenen van? Nike. Ja. Broek. Ook. Oeh, waar is die van? H&M. D-squared. D-squared, ja, D-squared. Ja. En shirt van de... Balenciaga. Nee, die was best. Oké, we zijn op Mambo Beach. Wel leuk met die lichtjes. Hebben we er zin in? Altijd. Altijd, duimpje omhoog. Nou, we gingen net naar What a Wild. We kwamen niet binnen. We hebben hoe lang in de rij gestaan? Een uur? 5 kwartier. Ja, en we zijn niet binnen. En we hadden geen zin om te wachten. En we hebben net eten besteld. We hebben drinken. En we gaan zo lekker dansen! Zin in! Oké, Floor, kan je even vertellen wat het allemaal is? Oké, dit is beef tataki. Ja. Garnalen. Garnalen. Taco met iets van vis, volgens mij. Calamaris en rauw vlees. Saté, calamaris en tonijn. Sashimi. Tonijn. Yummy, zin in!
Oh, het is de volgende dag en ik ben helemaal vergeten de vlog af te sluiten. We waren dus naar Mambo Beach geweest en er zou een feest zijn. Maar uiteindelijk was er echt... Nou, de rijen waren te lang, maar volgens mij had ik dat wel gezegd. Daarna gingen we gewoon wat drankjes doen en lekker wat eten nog. Dus dat was heel gezellig. Alleen, we hebben dus niet meer echt... Nou, er was ook nog wel heel even een ander feest en daar komt nog op het einde nog wel even bij. Dus dat hebben we wel gedaan, maar voor de rest, ja, was het gewoon best wel een rustige avond. En het is nu de volgende dag, dus ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe Curaçao vlog. Doei!